Mijn plaat is de Breaker 1-2 remix van Ekman. Als ik naar dit nummer luister, dan heeft het mij meteen te pakken vanaf het begin van de start eigenlijk. Omdat het zuigt je zeg maar naar het nummer toe. Omdat het een uptempo nummer is met veel harde, distorted geluiden. Die sowieso een impact hebben op de dansvloer natuurlijk. Omdat het publiek vindt het soms fijn om wat harder te gaan. En daar is de plaat ook super geschikt voor. Het nummer heeft niet veel sporen. En toch heeft ieder spoor zeg maar een functie. Hoe minder elementen er in een track zitten, hoe meer aandacht eraan besteed kan worden. En op dat moment is een track makkelijker te begrijpen. Als de eerste break komt, dan komt het melodielijntje erin. Ik kan niet precies omschrijven wat voor geluid het is, want het klinkt als een string met een, waarbij de reet heel hoog is gezet. De twee grootste elementen in het nummer, de baslijn en het hoofdthema, het geluidje, zijn allebei zo sterk, dat is zo'n sterke loop. Dat je die gewoon 8 minuten aan kan zetten en ik kan daar gewoon 8 minuten naar luisteren. Ik weet nog toen ik mijn tweede buitenlandse boeking ooit had. Maar dat was in Parijs, op een verlaten vliegveld in een hangar. En toen ik aankwam op het vliegveld, moest je tussen de vliegtuigen door die niet gebruikt werden. En toen ik daar binnenkwam, stond het echt helemaal vol met mensen. Het was uitverkocht, geloof ik. En ik heb hem toen als afsluitplaat gedraaid. Ik vind het geen geschikte plaat voor een club met veel licht of zo. Het liefst onder de grond. Geen ramen. Het geluid stond zo hard dat het gedreun van de bas alle stofdeeltjes naar beneden blies als het ware. En die vielen dan op de displays van de spelers. Dus je moest de hele tijd de displays schoonvegen om te kunnen zien wat voor track je selecteerde. Als dan nog één keer de kick erin komt, is dat het laatste soort refrein van het nummer. Met nog een keer de arp, dat alles samenkomt. Dan vaagt de track rustig uit met het donkere baslijntje en de kick op naar het volgende avontuur dat die overgenomen zal worden door een andere track.